What up YouTube, I'm Modify hier en deze week komen we met een sicke controller. Jullie kijken hiernaar en denken van, hé, maar dit is toch een standaard controller? Dat klopt, het is een standaard controller met onze SCUF optie erop gezet. Ik ga jullie zo laten zien hoe dat er precies uitziet. Voordat ik begin, wij krijgen heel vaak mails met van, hey, hoe zien jullie SCUF controllers eruit? Wat voor pedals gebruiken jullie? Nou, wij bij iModify gebruiken geen pedals. Ja, simpelweg omdat pedals gewoon kapot kunnen gaan. Het is veel te flashy, iedereen ziet het. Wij houden het graag gewoon basic, we houden het graag stealth. Niemand weet dat jij de SCUF opties hebt, behalve jezelf. En dat ziet er gewoon veel cleaner uit. En ja, het is gewoon iets wat je zelf hoort te weten en niet andere mensen, weet je wel. Dus waar het op neerkomt is dat wij gebruiken geen pedals, jongens. Die dingen kunnen kapot gaan, die dingen moeten vervangen worden. Het is, zoals ik al zei, veel te zichtbaar. Dus ik ga jullie laten zien hoe onze SCUFs eruit zien. Waar het op neerkomt is, zoals ik al zei, dit is gewoon een standaard controller. Vet aardige jongen die stuurde het naar ons op. Die zei, kunnen jullie ook de SCUF optie opzetten met trigger stops, geen probleem. Jullie zien het hier eigenlijk al, twee knopjes aan de onderkant. Ik zal het even draaien. Het zijn hele kleine knopjes, tactical knoppen worden ze ook wel genoemd. Zoals ik al zei, we houden het gewoon stealth. Hoor je? Nou, dit zijn de knoppen dus. Ze komen precies onder je middelvinger. Nou, ik heb best wel grote handen, dus ik heb ze wat hoger gezet voor de andere persoon die het dus besteld had. Nou, je hoort het. Waar het op neerkomt is, de rechterknop is volgens mij de O en de linkerknop de X. Het kan ook andersom zijn, ik weet het niet zeker. Maar die hebben we erop gezet. Dit is heel vet tijdens het spelen van shooters. Dat betekent dat je niet meer je vinger zo van de thumbstick af moet halen om om bijvoorbeeld te springen of te bukken. Zo kun je dropshots doen en shooters is dat gewoon de cruciale seconde is gewoon het speelt een heel groot rol, laat ik het zo zeggen. Verder wou die ook de trigger stops erop hebben, die hebben we er ook op gezet. Het scheelt ook weer milliseconden, dat houdt in dat je ziet ze hier al, maar ik ga het even uitleggen. Dat betekent dat je niet meer de volledige R1 of L2 of R2 helemaal moet indrukken om het functie uit te voeren. Wij hebben precies uitgezocht waar het is dat die signaal krijgt dat het bijvoorbeeld geschoten moet worden. En hebben we daar precies de trigger stop gezet, zodat je niet meer dat hele knopje hoeft in te drukken. Dit stukje is al genoeg. Nou, je merkt het al, als je bijvoorbeeld een pistool hebt in een shooter, dan is dit gewoon meer dan voldoende om om meer achter elkaar te schieten in plaats van volledig indrukken en loslaten. Hetzelfde geldt ook voor shooters met het rechtknop. Hoef je ook niet meer helemaal in te drukken, je drift hem gewoon tot deze punt in en daarna is het klaar. Dat houdt in dat deze controller, jongens, eigenlijk gewoon klaar is om te ownen met first person shooters. Dus dit zijn onze SCUF controllers, super vet gemaakt, niemand ziet het, niemand weet het, hoeft ook niet, want we gaan voor de stealth look. Normaal gesproken, als iemand bijvoorbeeld een SCUF controller bestelt, heeft hij wat details erbij toegevoegd, bijvoorbeeld een rode thumbstick of een rode knopje hier, puur om het even wat heel klein detail te geven. Nou goed, deze jongen die wou dat niet, dus we denken van, nou weet je wat, dan gaan we toch nog enigszins een beetje rood houden. Hebben we een thumbstick beschermer, volgens mij wordt dat zo genoemd, geven we gratis weg. Geef het gratis aan deze jongen, kan die erop zetten. De chille hieraan is, je thumbstick die gaat iets omhoog. Het is en bescherming en het gaat iets omhoog. Zoals jullie kunnen zien, deze is wat lager dan deze. Dat betekent dat je iets preciezer kan richten wanneer je aan het game bent van shooters. Je hebt de lengte die is hoger, waardoor je dus beter kan richten, preciezer kan richten, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, deze week's controle, dus onze SCUF controllers. Mochten jullie hier vragen naar hebben, kunnen jullie ons gewoon mailen of contact opnemen. Even over de prijs. Jullie vragen heel vaak van hoe komt dat bij jullie zo goedkoop is. Nou, in tegenstelling tot andere SCUF mods die andere bedrijven doen, houden wij het gewoon heel erg goedkoop. Omdat wij weten dat gamers gewoon, die hebben niet, laat ik het zo zeggen, honderden euro's om uit te geven. Dus een complete SCUF controller kun je bij iModify al bestellen voor volgens mij 30 euro, 35 euro. En het hoeft ook helemaal niet duur te zijn. Dus ik zou zeggen van als jullie het willen, check deze video of laat andere mensen zien van kijk, het kan ook zo. We houden het simpel, we houden het gewoon basic zoals het ook hoort.
En laat me weten wat jullie van deze video vinden, jongens. We gaan binnenkort trouwens ook een giveaway doen van een PlayStation 3 controller volgens mij. Dus hou dat ook in de gaten. Volg ons met Twitter, volg ons met alle social media die op dit moment is uitgevonden. Wij zitten er vast wel allemaal tussen. En ja, dat was het eigenlijk. We komen volgende week ook weer terug met een andere video. Tot die tijd, geniet van deze video en laat ons weten wat je ervan vindt. Dit was iModify, later.